Ik ben vandaag in Amsterdam-West en ik ga met de lift rugby kijken vandaag. En dat ga ik doen bij iemand die een echte powervrouw is. Ze heeft al 4 Olympische Spelen meegedaan, waarin ze 3 medailles heeft gewonnen. En Expeditie Robinson heeft ze gewonnen. Ze heeft ooit meegedaan met trainingen van rugby. Dus we gaan eens even kijken of ze dit nog een beetje kan. Degene bij wie ik rugby ga kijken is Edith Bos, judoka en dus ooit gerugbied. Kijk of ze open doet. Hallo! Zullen we rugby kijken? Hallo! Ja, laten we dat doen. Ja? Na mijn Olympische Spelen in 2012, toen was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Mm-hmm. En toen gingen eigenlijk de dames Sevens, die gingen een heel nieuw pad inslaan voor Rio. Ja. En toen werd ik gevraagd om ook eens een keer mee te komen spelen. Ik had het niet onderschat. Ik dacht wel, het gaat wel iets anders. Maar ik kon me niet voorstellen dat het zo anders was. Ik dacht dat ik best hard kon rennen, maar op zo'n grasveld met van die schoenen aan en een bal in je handen. Naast een sprinter. Ja, was ik eigenlijk zo traag als een dikke stront, om het zo maar te zeggen. Het meest rare was dat in judo heb je natuurlijk, wil je iemand naar je toe halen. En in het rugby wil je iemand eigenlijk van je afhouden, hè? Ja. Op het moment dat je ervoor gaat. En al die acties tegelijkertijd, dus en een bal vast en wegduwen, terwijl ik eigenlijk wil trekken, dat voelde heel onnatuurlijk. Dus eigenlijk is mijn inzicht van die training wel dat het heel makkelijk lijkt. Zoals eigenlijk bijna alle sport misschien wel, hè? Voetbal ook. Als we gaan voetballen, dan heeft ook iedereen er verstand van. Maar dat het echt heel erg moeilijk is. We vonden het heel tof, want wij wilden naar Rio en elke hulp was mooi meegenomen. Aan de andere kant komt er in één keer iemand die, het is ook je eigen t-shirt of shirtje die je straks misschien moet inleveren aan de welbekende Edith Bos. Ja, het was ook wel even spannend toen je aankwam lopen. Ja. Ik had zelf niet echt het gevoel na die training dat ik ook echt een gevaar zou kunnen zijn voor iemand. En daarbij, waar ik achter ben gekomen is dat, het was jullie droom om naar Rio te gaan. Mm-hmm. En om die Olympische Spelen te halen. En ik ben erachter gekomen dat ik heel veel passie heb voor judo en dat ik heel blij ben dat ik met judo 4 keer naar de Olympische Spelen heb mogen gaan. Ja. Maar dat het mij niet zozeer meer ging om een Olympische Spelen. Ik wilde gewoon full force, gewoon keihard allemaal mensen omzij beuken. Dat vond ik leuk, maar ja. Er kwam echt veel meer bij kijken. Het was vlak na de Spelen van 2012. Toen ben ik gaan rugbyen en dat was eigenlijk te kort. Op Londen. Nou, en moet je voorstellen als je terugkomt dat je meteen bam in die structuur moet. Ja, daar heb je helemaal geen zin in als topsporter. Nee. Dus daar had ik eigenlijk ook geen zin in. Dus ze hebben eigenlijk gewoon te vroeg bij jou in de bel getrokken? Ik was geen stylistische judoka aan de Mark Huizinga. Ik was echt, ik schop je gewoon 3-4 minuten door elkaar heen zo en dan en dan score ik, zeg maar. Ja. Maar ook dit is gewoon ook snelheid. Want in principe sta je tegenover elkaar en je staat een beetje zo, je staat nu met dit been voor, dus dan wil ik eigenlijk als eerste dat been, zeg maar. En dat, jij ziet dat gelijk. Ja, maar dat is wat jij ook ziet op het veld, wat ik niet zie. Hey, ik heb een hitshield meegenomen. Ja. Ik wil jou tackelen en jij hit mij aan de kant.